Goedemorgen, guys. Het is vandaag woensdag. Het is echt super vroeg. Ik heb net klaargemaakt. Ik heb mijn koffer echt super laat ingepakt. Want we vertrekken vandaag naar Marrakesh. Maar het is nu 4:00 's ochtends. Oh mijn god, ik ben echt zo kapot. En we hebben eigenlijk niet geslapen. We zijn gewoon wakker gebleven. We hebben alles ingepakt. Ik heb net nog gedoucht en me klaargemaakt. En we wachten eigenlijk nu op de andere. Dus we zijn nu nog vuilnis buiten, zo laat. Ik ben echt helemaal geslopen en ik heb echt die hard koffie nodig gewoon. Mijn outfit, deze reis zijn echt zo long. Ik laat jullie mijn reisoutfits zien vandaag. Ik heb gewoon een, eigenlijk heb ik gewoon een outfit aan van Zara van Top tot Teen. Ik heb een truitje aan van Zara. Jogging aan van de Zara. En ik heb mijn nieuwe schoenen aan van de Zara. Ik denk dat jullie deze echt heel erg gaan haten. Maar ik vind deze echt zo chill. Ja, ik vond ze echt super geschikt voor Marrakesh. Vannacht is niet gered om te gaan editen. Dus ik heb nu nog even snel een vlog geëdit. En ik ben hem nu aan het uploaden. Ik hoop echt dat het allemaal op tijd komt. Want anders ga ik echt balen. Ik doe even dit jasje over mijn outfit heen. Dus we moeten alvast de koffers in de auto. Heeft wel een stukje komen halen, hè? Ja, is goed hoor, schat. En ik moet nog even iets met mijn video doen, want die is nu aan het verwerken. Ik wil even de instellingen aanpassen. En dan ga ik ook snel naar de auto. Jongens, ik heb zo erg zin in Marrakesh dit jaar. Niet normaal. Ik heb echt al heel lang zit ik eigenlijk tegen deze te zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel weer terug naar Marrakesh. En bla bla bla. En ja, we hebben eindelijk geboekt, dus ik heb er echt heel veel zin in. Ik moet wel echt nog goed wakker worden, maar ik heb er heel veel zin in. Wij gaan eindelijk vertrekken. Nou ja, wij gaan eindelijk naar beneden, bedoel ik. Ik heb echt, en nu word ik op een zenuwachtig. Ja, ik weet niet, ik voel deze outfit, man. Ik vind deze outfit op zich heel erg leuk. Totaal niet gepland. Heb zin. En mijn schoen. Nu op Schiphol en ik besef nu pas hoe Nessim loopt. Nou, ik wist echt niet dat je op je tenen loopt. Ja. Nou jongens, daar komt mijn man hoor. Sukkel. Ja maar Ness, wij willen niet daar eten. Wij willen een andere plekje. Huh? Wij willen een andere plekje eten. Hij vindt het te gezond. Na 10 kilometer gelopen hebben, hebben we eindelijk een plekje gevonden om te eten. Oh, lekker. Ja, is echt lekker. Nou, ik ben benieuwd. Het broodje ziet er wel echt super groot uit. Dit allemaal bij elkaar, zeg maar. We hebben hier dus 4 broodjes, 4 drank. Nee, ja, 5. En thee. Ja, en een theetje. Hoeveel heeft het gekost? In totaal 21 plus 24, 45. Dat is kapot. 45 euro ja, voor brood. Voor broodjes. Ik ben net 2 uurtjes geslapen. Ik ben net wakker. En ik ga nu ontbijten. Ik heb een cappuccino. Ik heb net een croissantje op met Nutella. En ik ga nu lekker yoghurt eten met krusli. En allemaal lekkere dingetjes. Oh, lekker. Wat is dat dan? Voetbal. Ja. Marrakesh. In Marrakesh! Voor de tweede keer, jongens! Het is wel fris, man. Leuk, hè? Ja. Maar het is niet, ik vind het gewoon lekker. Het is niet heel fris. Ja. Het is gewoon lekker. Gewoon chilling. Maar het is wel een ander airport, of lijkt zo. Oh nee, vorige keer waren we daaruit gekomen. Ja, hetzelfde. Dit was het. Oké, alsjeblieft. Dus wij zijn net aangekomen bij het hotel en we hebben meteen Marokkaanse thee gekregen. En hier is het echt zo lekker Marokkaanse thee. Zo anders dan in Nederland. We zijn aangekomen bij ons hotelkamer. En we hebben een upgrade gehad. Zegt niemand, maar het ziet er hier echt heel erg schattig uit. Kijk, dat is onze kamer. Echt mooie kamer. Ja, het is echt best wel groot, want hier is een gang. Oh, hier. Je hebt echt een heel grote spiegel. Dit is handig als ik mijn outfit wil showen. Yes, hier ben ik blij mee. Dit is onze badkamer. Kijk, mega groot. We hebben een douche, een bad. We hebben 2 wastafels, super handig. Dit is de wc. Cute, allemaal gouden details. Love it. Ja,
Het is het een beetje. Ik ben er echt blij mee. Trekt hij ook echt super lekker. Oké, ik heb het een beetje uitgerust. Ik ga nu even douchen, even mezelf even opfrissen, andere outfit aan, alles. En dan gaan we even ergens wat lekkers eten. Dus ik wou douchen en toen zag ik dit. Oh my god. Oh, die spin. Oh my god. Ik ben zo bang, weet je dat ik bang voor ben? Ja. Dat die zomaar in mijn mouw gaat ofzo. Jongens, ook in Marrakesh gewoon Patias live. Dit is gewoon mijn lievelingskledingstuk ever. Hij zegt gewoon 3 tot 5 minuten even laten lopen. Wow, ik zei altijd tegen Nessie, ik krijg gewoon geen warm water hier. En ik heb het echt best wel lang laten lopen. Hij was ijskoud, maar je moet het dus best wel ja, lang laten lopen blijkbaar. Ik heb helemaal geen geduld voor je. Oké, ik heb heerlijk gedoucht. Ik had hiervoor even lopen googlen van hoeveel graden het hier is. En het is dus 18 graden hier. En ik heb ook echt ingepakt voor 18 graden. Maar ik vind het echt zo erg fris eigenlijk buiten. Ik hoop dat het nog iets warmer wordt. Want we zijn best wel vroeg aangekomen natuurlijk. Maar ik heb eigenlijk ten eerste geen leuke outfits. En ten tweede outfits die dus totaal niet meer passen. Dat is wel wat minder. Ik ben echt zo blij dat ik deze Zara sjaal mee heb. Dit gaat me echt redden. Deze hele outfit slaat eigenlijk helemaal nergens op. Wat? Maar ik heb het wel lekker warm en daar gaat het om. Was het een check? Was ik een checker? Ik heb dus mijn nieuwe trui aan van de Mango. En die had ik gisteren gescoord met een sjaal van de Zara. Deze is nu €20 bij de Zara. En ik vind hem echt fantastisch. Dan deze legging van de Zara. En deze is echt super chill. En schoenen ook van de Zara sale. En dit is een outfit die ik even bij elkaar heb geraapt. Nee, ik wil even laten zien hoe cute het hier eigenlijk is allemaal. Is de taxi er? De taxi is er inmiddels. Oké, ik heb aan mijn vriendin gevraagd waar wij het beste kunnen eten. Heb ik speciaal voor jou gedaan. Want ik wil niet dat jij straks op de wc gaat zitten. Maar we gaan dus naar Cappuccino. Het blijkt best wel een goede tent te zijn of zo. En alle Marokkanen die uit Nederland hier op vakantie komen, gaan daar altijd eten. Dus daar gaan we nu heen. Wij zijn nu bij Cappuccino. En het ziet er echt super cute uit. Ik ben echt benieuwd. Ik heb een virgin mojito besteld. Ik dacht dat het gewoon niet te trekken, maar het ziet er echt idioot uit. Zo, mijn eten komt er nu aan. Ik heb een bami met garnalen besteld. Heb ik wel de juiste? Ja, ik heb de juiste. Bami met garnalen. Nessie heeft rijst met kipsaté, maar het ziet er hier heel anders uit. En we hebben nog een salade besteld. Wij zijn inmiddels uitgegeten. Wij vonden het eten hier niet zo heel erg lekker. Tenminste, ik vond het niet zo echt lekker. Dus ik kom hier niet meer terug. Maar het was wel even leuk om hier te eten. Ik heb nu nog even een cappuccino besteld. En de mannen zijn even... Wat zijn de mannen eigenlijk aan het doen? Ja, ze zijn geld gaan wisselen, dus daar wachten we nu op. En dan gaan we even hier lekker lopen. We zitten nu in een nieuw gedeelte van Marrakesh. Ik ga even hier rondlopen. Ik ga even heel snel naar de Zara hier. Want ik heb echt even wat nodig, een flesje of zo. Oké, wij gaan Nessie pranken. Hij heeft dus net een... Wat heeft hij gekocht weer? Zijn camera zit ook in hier. Een bodywarmer gekocht, maar zijn camera zit hier ook in. Hij heeft het achtergelaten en hij is nu naar boven gegaan. Dus we gaan deze lege Zara tas met zijn bonnetje achterlaten en de rest meenemen. Waar is je tas? Ik was op die dingen al aan het flippen en ze zijn echt zo mogollen dat ze mijn tas laten liggen. Jij kan echt niet liggen, hoor. Waar is mijn tas hier? Waar is mijn tas hier? Nee jongen, we hebben de bodywarmer gewoon eruit gepakt. En dit waar is mijn camera dan? Welke camera, Nes? Ja, je kan echt niet. Zoals je donker, wij zijn inmiddels in een taxi. Yes, en wij gaan nu weer naar de volgende spot om te eten. Yes, en we hebben echt een heel gezellige taxichauffeur. Was wie de? Was wie? Yes, because it's day 3. Ik zit in Marokko. Kijk, onze chauffeur brengt ons gewoon thee. Dit is echt cute. Lekker. Echt schattig. In deze misschien ook iets leren van deze. Wij
zijn nu bij Che Ali. Aangekomen, we moesten best wel lang wachten dat we binnen mochten. Want hij is pas om 8 uur geopend. En ze geven hier dus een show. En een diner. Oh, ja, vast. Kijk, ze geven hier een show. Kijk hoe leuk het eruit ziet hier. Gasten. Oh, zijn hier geitjes? Dat is echt grappig. Hallo! Ik ben met de geiten. Oh ja, daar een babygeit. Waar? Oh, daar. Kijk die kleintje daar. Oh, zo lief. Hij doet me denken aan Dina. Oh, dat is echt gezellig, man. Oh, de sfeer is hier echt zo gezellig. Ik vind het echt leuk. Inmiddels in deze ruimte, we zijn echt de enige die hier zitten. Er wordt daar allemaal een showtje gegeven. Wow. En we krijgen nu Harira. Ik ben echt benieuwd. Deze is echt zo, heeft ook een andere kleur. Het is echt en zo in volgens mij. Ja. De tagine komt eraan. Oh. Dit zijn ze jongens, dit zijn ze. Hij is wat van aan het wachten op het moment. Dat is... Zo. Met vlees en met kip. Heerlijk. Hotel. Het is echt zo super koud buiten. In de avond al helemaal. Ik heb helemaal geen jas of zo kunnen vinden bij de Zara. Dus ik liep er de hele dag in een trui rond met alleen zo'n bont sjaaltjes. Dus ik had echt ijs en ijskoud. Dus ik ben mezelf echt aan het opwarmen nu. Ik ga zo mijn make-up eraf halen en dan ga ik eigenlijk gelijk naar bed. Het is echt een lange dag. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doeg!